Ja. Je ziet er gewoon fit uit, dat zeg je nou. Luxe paardje, echt. Werkpaardje. Je hebt wel echt gelere tanden dan ik. One more, we want more. Hey. Black Tie Time. Goedemorgen jongens. Dit is ons tennis. Net wakker. Allang wakker. Luxe paardje. Werkpaardje. Je ziet het verschil maar weer jongens. Hallo Jojo. Hallo baby. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Mm-hmm. Ik niet. Kijk mijn ogen. Chinees. Dit is altijd wanneer ik zeg maar een evenement heb. Stress. Dit hier zo, gaat zo tegengefixt worden, want I'm going to the hairdresser. Zij gaat ook naar de hairdresser. Ik ga ook naar de hairdresser. Pak de ready. Ik heb alles bij me. Smoking bij me. Alles. Je weet niet wat ik ga aantrekken. Ik ga rocken. Hoi. Daarnaast ga ik naar de kapper. Dat zei ik net al. Ik moet ook nog wat spullen ophalen. Er is nog heel veel voorbereiding met betrekking tot. Ik laat je straks even zien de locatie wat er vooraf gaat. Het hotel waar ik in verblijf. Omdat ik daar altijd omkleed op een gegeven moment. En je zal ook deze mevrouw bezig zien, dus we gaan het een beetje combineren vandaag. En het wordt gezellig. Kusje, kusje. Hallo, kusje. Tot straks, jongens. Tot zo. Hey, hoi. Leuk dat je kijkt dus naar de vlog. En ik zit helemaal klaar in mijn kamertje. En dat handje wat je ziet, dat is natuurlijk ons lieve Fretje. Die is mij mooi aan het maken. Want ik ben zonder Fretse make-up gewoon echt heel lelijk. Ben ik gewoon echt een lelijk stuk vreten. Een draak eerste klas. Nee, hij gaat mij weer opmaken voor Black Tie vanavond. Dat wordt wat. Want het is Masquerade Gala. Jullie hebben gezien dat ik heel veel jurken heb gepast. Jullie weten nog niet hoe Fretje eruit ziet. Maar jullie hebben wel Ryan gezien in die winkel. Dus het is allemaal echt twee verschillende levens door elkaar in de vorige vlog en ook in deze vlog. Dus we gaan nu ook weer even over naar de cruise terminal Rotterdam. Want daar is Ryan. En die gaat jullie even laten zien hoe het er nu uitziet. Zo, we zijn aangekomen in de cruise terminal. Alles is in volle gang. Ik zal jullie even laten zien wat we allemaal hebben. Dit is het fantastische VIP-deck. Wauw. En hier is het podium waar nu momenteel de entertainment een show aan het voorbereiden is. Het zijn de meiden. En dit is de productie, dit is de show. Hallo. Dit is Gabi van Kom en Opa. Ieder jaar lang doen wij daarmee de entertainment. Ja. Er zijn haar meiden die zeggen, what's this shit, Kumanova? En dan gaan we even dichter kijken naar het VIP-deck. En daar hangt Luca, Bob, Michael, Steven, de artiesten van vanavond. Kroonluchters. En hier zo, zoals jullie zien, is er nog plastic lichter op de grond. Dat wordt zo meteen eraf getrokken, zodat het mooie rode tapijt zichtbaar is. Dus jullie hebben gewoon een preview van wat wij vanavond allemaal gaan doen hier. Nou, we zijn al een soort van, we're getting there. Het haar is ineens langer en voller. De krullen zitten er nu soort van half in. We zijn op de goede weg. We zijn nog wel, ik denk, zo'n uurtje bezig. En dan gaan we richting Rotterdam. En de jurk en echt de finishing touch gaan we natuurlijk daar allemaal doen. Want we hebben gelukkig een hotelkamer. Dus dat is goed geregeld voor ons. Intussen, want Fred is denk ik, ja, wat ik zeg, nog wel even bezig. Ga ik mijn tanden bleken. Maar gewoon lekker thuis. Do it yourself. Veilig, pijnloos. Met de Smile Lab Whitening Strips. Dit is een Scandinavisch merk. En het is eigenlijk een hele kuur, zou je kunnen doen. Een 14-daagse kuur.
Maar het leuke aan dit is dat je hem ook voor eenmalig kunt gebruiken. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga het gewoon puur vandaag gebruiken. Omdat ik net even voor vanavond, voor black tie, net even wat ja, wittere en ja, wat meer shine op mijn tanden wil hebben. Dus ik ga hem aanbrengen. En ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Het zal de eerste keer zijn voor mij. Ik heb hele goede recensies gelezen. Dus ja, ik bleek mijn tanden niet. Hè. Ik heb het niet gebleekt bij een kliniek. Die vraag zie ik heel vaak onder mijn comments. Ik heb gelukkig van nature vrij witte tanden. Heb gehoord van de tandarts dat het genetisch is. Maar ik heb wel echt gele hoektandjes. Dus die hoop ik wit te krijgen met de Smile Lab. En Freddy, wil jij ook een strippie zometeen? Ja, schat, als het even mag. Want heel graag. Ja? Ja, ik heb dus genetisch wel wat gelere tanden. Ja, jij hebt wat gelere tanden dan ik. Terwijl wij even goed poetsen. Ja. Dus dat is gewoon, dat heb je of dat heb je niet. Ja. Je kunt deze kopen bij de Ethos. Super handig. En nou komt het allerleukste. Ik mag 5 pakketten weggeven aan 5 van jullie. En je kan gewoon meespelen, heel simpel, door in de comments achter te laten waarom jij dit pakket zou willen winnen. Is het voor jou omdat je denkt, ik wil die hele kuur afmaken? Of ga je net als ik het gewoon voor eenmalig gebruiken als je een keer een leuk feestje hebt? Free? Nou, ik zou net zeggen, zeg maar 4 nog beschikbaar. Want oh ja? Doen. Wil je mee? Oké. Okay. Oh. Maar jij kan hem nu ook wel gewoon met mij samen eenmalig gebruiken. Ja, want ik wil het echt serieus dus gaan proberen. Ik heb het nog nooit gedaan. Oké, okay. Nou, we gaan het lekker doen. En ja, ik lees de comments zelf allemaal. En ik kies 5 winnaars uit. En over een week krijgen jullie, de winnaars krijgen dan bericht van mij. En dan stuur ik persoonlijk jullie de pakketjes toe. But I think about you all the time. Looks like you're changing and let's go. Why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Het gaat super makkelijk. Ik heb ze nu op. Het overige, zeg maar, kun je gewoon omklappen achter je tanden. En nu moet ik gewoon 30 minuten chillen. Wat ik toch al aan het doen ben. Want Fred is ja nog wel even bezig met het haar. Ja. En na 30 minuten trek je het eraf. Je spoelt je mond. Je poetst je tanden om de gelrestjes te verwijderen. Je was je handen. En je hebt gewoon een mooie, witte, stralende lach. Oh my god. Free, ik ben nu al enthousiast. Omdat het zo makkelijk aanbrengen is. Ja, klopt. Heel leuk dit. Oh, ik vind het heel leuk dat ik 5 van jullie hier blij mee mag maken. Proef je iets? Ja, ik proef een beetje menthol. Menthol. Dus helemaal niet vervelend. Niet een nare, nice. Nare smaak of zo. Oh, je hebt dus in het hele pakketje heb je dus de hele kuur van 14 dagen lang. En je hebt dus ook, dit is ook wel veel te cute, een bijpassend doosje. Dus als je dan bijvoorbeeld in je handtas... En to go, dan kun je ze daarin doen. Leuk. Kan je het zo hebben in je handtas... Heb je altijd een strip bij de hand. Om eventjes weer, weet je wel, de stralende lach terug te krijgen. Voor de geïnteresseerden. Want ja, er kunnen maar 5 winnen. I know. Ik ben al heel blij dat ik er 5 blij mag maken. Meestal is het maar eentje. Maar heb je zoiets van, oké, ik wil het sowieso. Kun je het bestellen bij smilelab.com. En hun Instagram, smilelabcosmetics. Kun je ze volgen en dan kun je het allemaal in de gaten houden. En ze zullen vast nog wel ook acties houden. En ik ga zeker, wacht even het eindresultaat af. Maar hopelijk zeker veel vaker leuke winacties met hun. In samenwerking met hun naar jullie toe regelen. Want ik vind het veel te leuk. Hey Bree, je ziet het niet eens van een afstand. Nee, je ziet het niet. Klopt, dat bedacht ik me ook net. Leuk, oké. Nou, hit it. Ik ben klaar om mijn jurk aan te doen zo. Oké. Nou, we zijn toch zo lekker bezig. Bijna erin zien. We zijn sowieso nog een halve bezig. Joejoe. We doen wel mee. Jij hebt wel echt gelere tanden dan ik. Ja. Niet lullig bedoeld, maar dat is apart. Want jij poetst ook iedere ochtend en iedere avond. En je kan met je tong, kan je hem aandrukken ook. Ah ja. En eroverheen ook. Om het echt even goed aan te drukken. Dus eigenlijk, wat een hele leuke tip is voordat je je gaat opmaken, doe lekker die strips op. Als je gaat klaarmaken voor een feestje, ga je dan opmaken. Meestal ben je na een half uurtje klaar met jezelf. Heb make-up klaar, strip eraf. Als laatste dan je lipstift. Maar deze lipstift gaat er toch af, dus dat is top. En dan ben je gewoon helemaal klaar om uit te gaan, man. Ik vind het zo leuk. En nu die onderste, die moet je er even afhalen.
familiestrip. Zo. Hey! Hallo mannetje. Hij kwam even hallo zeggen. Oké, nou, de 30 minuten zijn helemaal om. Haar gaan we pas in Rotterdam helemaal uitkammen. Dus nu zijn het gewoon nog van die harde krullen. Maar het wordt echt een hele volle bos. En ik heb natuurlijk het masker op. Ik dacht, ik ga gewoon even de camera aanzetten. En dan kunnen jullie zien hoe je het er heel makkelijk aftrekt. Volledig pijnloos. Je voelt helemaal niks. Wat ik nu een beetje voel, is dat spul, die lijn. En je haalt het eraf. Ga je nu je mond spoelen, je tandjes poetsen en dan heeft het gewerkt. Oké, ik heb mijn tanden gepoetst en al het overige eraf gespoeld. En ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien op beeld, maar mijn tanden zijn super wit. En de hoekjes die bij mij altijd wat geler zijn, die zijn nu gewoon even wit als de rest van mijn gebit. Dus ik ben echt mega enthousiast. We gaan natuurlijk nu zo meteen nog even wat op de lippen doen. We gaan toch voor rood. Gigi Hadid. Met de nummer Lani heet die. Dit wordt hem. Gaan we doen bij de rode jurk. Dat past. Dus dan klopt het. Oh my god, ik ben zo blij. Oké, ik ga nu eventjes een beetje opruimen hier. Dan gaan we even wat eten thuis. En dan gaan we richting Rotterdam. Wow, looking good, looking good. Kijk jongens, officieel is de white tie. Ik heb ook een masker erbij. En een hoed. Dit is mijn hoed en dit is mijn mask. Mr. Bojangles. Nou, dit is waar ik het elk jaar weer voor doe. Dit is echt mijn dingetje, black tie. I love it. Iedereen is ermee bezig. Iedereen is helemaal gedressed, just like me. Dus voor degenen die er niet bij zijn, volgend jaar moet je erbij wezen. We doen het elk jaar, één keer per jaar, 24 december in de cruise terminal. What the damn. I'm signing out. Jullie zien straks nog meer filmpjes en dingetjes. Waarschijnlijk als ik samen met een meisje ben en de rest van de crew, Alfredo en Lookalike. En Black Tie 2017, here we go. Dit is trouwens de jurk van Black Couture. Dit is hem geworden. En dan doe ik mijn Yves Saint Laurent clutch erbij aan. En mijn Yves Saint Laurent schoentjes die ik vorig jaar heb gekregen van Ryan voor kerst. We zijn nu in het hotel. En we gaan dus nu L'hotel. Echt omkleden en ja. Het laatste puntje op de i. En dan gaan we. Lookster. Are you ready? En jij? Ja, succes met je DJ. Thanks. Ik zie je zo, schat. We are ready to go. Oké, we zijn helemaal klaar. En Fred, zijn je tanden witter trouwens? Ik zag het net in de auto. Ze zijn echt fantastisch. Ze zijn witter dan normaal, Fred. Ze zijn echt witter dan normaal. Volgens mij echt. Oh, top. Ik heb er onwijs veel zin in, Fred. Jij? We gaan dansen. Gaan we ons Juju blij maken? Let's go. Gaan we genieten van zijn feestje? Je haar zit zo mooi. Dankzij Joesk. I think we are ready. Hey. Hello, gorgeous. Dit is hem geworden. Kijk nou. You're fabulous. Vind je het mooi? Prachtig, schat. Vet, hè? Fantastisch. Dit is het eindlookje. Kijk het masker. Dit masker. En haar hebben we gewoon lekker zo gedaan. En een keer wat korter. Beautiful. En, dit is hem hoor. Thank you.
afgelopen. Ik heb een soort van gehypte Luca met een adrenaline kick van hier tot Tokio. Nee, die is al lang weg. Vertel even wat er is gebeurd. Kijk, ik moest eerst in het begin draaien, maar dat was gewoon een jarenplan. Dus het was nog een rustdag van 10 tot 11. Maar Simon Kids, die was er ook, die moest ook draaien van 2 tot 4 of zo. In die kleine zaal beneden. Maar dit is helemaal vol, dus ik ging gewoon MC. Dat deed ik vorig jaar ook bij hem op TikTok. Ga ik dit jaar ook weer doen op TikTok, want dan moet ik ook weer draaien. Maar je bent lekker bezig. Ja, ik moet zelf ook draaien op TikTok trouwens, aankomt, ja. Maar promo. Promo, Luca lijkt, DJ Luca lijkt. Dus ik ging eerst MC'en daar zo. En toen het was super lit, was het was lit. Het was super gezellig. Daarna, super aan het einde. Voor iedereen die kijkt, wacht, is het kleine broertje van Ryan. Dit is eigenlijk een soort van de oom van Luca. Dit is een kleine snot. Kleine snot. Helemaal haat. Maar in ieder geval aan het einde dus. We moesten stoppen, dus Simon draaide nog één urban plaat. De net zo ging stoppen, draaide die afro-trap erin. Dus toen deden we die en toen moesten we eigenlijk stoppen. Zeiden van oké, we gaan niet echt stoppen. Toen zeiden nee, we willen meer. En toen? En wat toen aan het einde, toen moesten we echt stoppen, echt een kwartier later of zo. Het was echt van we want more. Maar ik moest echt stoppen, echt jammer gewoon. Ja. Dus was wel lit. Luca heeft een hele goede avond. Good morning. It's the next day. Het ziet er niet echt verrot uit. Brak.nl. Jij bent echt verrot. Sorry, maar je ziet er echt verrot uit. Ik zie er super gewoon fit uit. Dat zeg je wel. Ik kan het hebben. Zo waren wij ook toen we jong waren. Nu niet meer. Maar Black Tie was chill. It was lit. Heb je het leuk gehad? Ja, alleen het kut is, ik heb nog maar 3 uur slaap gehad. Ik moet zo alweer weg. Ja, ik ga zo meteen naar mijn ouders. Woe! Want we gaan kerst vieren! Ja, yeah, nee, Black Tie. Morgen pas toch? Ja, wij vieren het morgen. We hebben het heel leuk gehad en we wilden de vlog nog wel even netjes afsluiten. Dus we hopen dat jullie de vlog leuk vonden. Ja. En was je er dit jaar er niet bij? Sukkel. Zorg ervoor dat je er volgend jaar wel bij bent. Wij zijn er sowieso. En doe een duim omhoog. Vond je het leuk? Vergeet je niet te abonneren. Sowieso. En dan zien we jullie in de volgende video. Rustig! Doei! Oh, en trouwens, deze vlog komt online. Dan is nieuwjaar al ingegaan. Dus bij deze, Happy New Year! Happy New Year!